Een verslaving dat veel voorkomt in België, dat is alcohol. En dat is niet zo verrassend. Belgen hebben maar twee manieren om met hun gevoelens om te gaan. Dat is bier en andere alcoholische dranken. En alcoholiekers komen natuurlijk heel veel tegen op dezelfde plaatsen. Aan een glascontainer, op café en in Wallonië. Nee, dat is zo, dat is zo. Maar schatting 10% van de Belgen kampt met problematisch drinkgedrag. 10%, dat is toch niet normaal? Dat is een duivel. Als je nu in je eigen hebt gedacht, dat is niet waar, Filip, een duivel is maar 8,5. Dan zit je waarschijnlijk bij die 10%. Maar dat echt alcohol zit gewoon ingebakken in onze cultuur. Je doet geen barbecue zonder bier. Je doet geen match voetbal zonder een pint. Er is zoiets onnozel gelijk een weddenschap. Dat gaat altijd over een bak bier. Er heeft nog nooit iemand gezegd: "Och jongen, wedden voor een geurkaars." Je moet je zelfs verantwoorden dat je niet drinkt, hè? In onze cultuur, je moet je verantwoorden. Op het stomste familiefeest kreeg je commentaar dat je geen alcohol drinkt. Dat is toch zot? Dat kun je toch bij speed of cocaïne niet voorstellen. Dat je bij je moeder komt en dat die zegt: "Allee. Ga je dan niet meesnuiven? Zo'n wientje als aperitief. Iedereen is ontsnuiven en jij snuift niet mee." Huh? En dan een van hun onkels op de achtergrond, dat we nog veel mogen. Ah. En in die cultuur is het niet gemakkelijk om te erkennen dat je een probleem hebt. Huh? De Laurens bijvoorbeeld. Gestopt. Omdat hem altijd op café zat door te drammen. En ik kan u zeggen, ik ben er nu een week mee op verlof geweest. Nuchter kun jij ook serieus door. Maar niemand begint met vodka of met whisky, hè. Eerst begint hij met van die zotenbrol. De eerste keer dat ik zat ben geweest, dat was van pisang en bom. Dat is echt smerig, hè. Pisang is trouwens Indonesisch voor banaan. En ambon is Indonesisch voor overgeven. Maar echt, ik moet wel zeggen, pisang, als je daarvan moet overgeven, dat is nog altijd lekker. Ik heb nooit niet meer zo lekker overgegeven als toen. En denk ik dat je dat in een proper glas doet, je kunt dat terug voor de helft van de prijs. Echt. Maar het is de norm in ons land en dat is spijtig. Er zijn zelfs wedstrijden waarbij dat duizenden mensen op een wijs samenkomen om ondermeester te drinken. Ja, en dan rijden er ook zo nog wat gasten op een koersfiets tussen, maar wat dat eerder doen. Ik vind het raar. Van de jeugdbeweging ook, hè. Daar zeggen ze ook, daar leer je alleen maar drinken. En het gaat zelfs nog verder, hè. Het blijft zelfs niet bij drinken. Ik heb gehoord, bij de Giro pakken ze zelfs kookhouders mee. Mijn vrouw die drinkt zelfs in bad. Allee, dan tattoo-vrouwen drinken in bad. Ja, dan is dat gezellig, hè? Met wat badschuim, wat kaarsjes en dan een glasje kava erbij. Dat is chic. Maar als ik onder de douche een halve liter drink, dan is het niet een probleem. Serieus. Als je meer van Taboe wilt zien, dan moet je naar VRT Nu. Dan moet je gewoon hier klikken. Ja, hier. Doe maar rustig, ik heb tijd.